Kaaien en Abel. Dit is ook een verhaal van het begin. Adam en Eva moeten nu zelf voor alles zorgen. Adam moet hard werken om het land te bebouwen zodat er voldoende te eten is. Gelukkig hebben ze elkaar. Samen krijgen ze twee zonen. De oudste heet Kain en de jongste heet Abel. Ook de zonen van Adam en Eva moeten meehelpen op het land. Caïn wordt net als zijn vader boer. Hij bewerkt het land om te zorgen voor brood en groente en vruchten. Abel wordt een herder. Hij trekt met geiten en schapen rond en dat levert melk op en vlees. Zo hebben ze met elkaar voldoende te eten. Soms knabbelen de geiten en de schapen aan de sla en de bonen die Kain heeft geplant. Dan wordt Kain boos op Abel. Kun je niet wat beter uitkijken met jouw schapen en geiten? Kun je niet zorgen dat ze wegblijven van mijn grond? Nu kan ik weer opnieuw beginnen. Van Adam en Eva hebben ze geleerd dat God hen niet in de steek zal laten, nu ze elke dag hard moeten werken om te overleven. Daarom willen ze elk jaar God bedanken voor alles wat de aarde geeft: het graan en de vruchten, de melk van de schapen, de wol en het vlees. Ze maken allebei een offer klaar voor God. Kaïn verzamelt vruchten en koren van het veld, Abel slacht een schaap. Als ze het offer aansteken, brandt het offer van Abel mooi. Het vuur laat op en de vonken stijgen omhoog met het waaien van de wind. Het offer van Kain verspreidt veel rook die niet opstijgt en er zijn geen vlammen te zien. Kijk maar, denkt Kain. God houdt veel meer van Abel dan van mij. Zijn offer brandt veel mooier dan het mijne. Hij wordt jaloers op Abel. Hij denkt dat God niets met hem te maken wil hebben. Hij denkt dat God alleen voor Abel zorgt. Kain wordt er boos over. Hij kijkt kwaad. Waarom kijk je zo boos? zegt God tegen Kain. Je moet ervoor zorgen dat de boosheid niet de baas over je wordt. Maar het is al te laat. Kain vraagt Abel om mee te gaan naar het bos en daar slaat hij hem zo hard en zo vaak dat Abel dood blijft liggen. Als Kaïn weer uit het bos komt, hoort hij opnieuw de stem van God: Kaïn, waar is je broer Abel? Hoe moet ik dat nou weten? zegt Kaïn. Ik hoef toch niet voor mijn broer te zorgen? Ik hoef er niet op hem te passen. Hij is groot en oud genoeg om voor zichzelf te zorgen. Wat heb je met je broer gedaan? vraagt God. Ik zie het bloed van hem op de grond, daarom zal ik je straffen. Je zult over de aarde zwerven en je zult nergens meer echt thuis zijn. Nee, zegt Kain, dat is een te zware straf. Als ik nergens meer een eigen stukje grond heb, hoe moet het dan met mij? Misschien gaan mensen mij dan wel vermoorden. Nee, zegt God, ik zal zorgen dat dat niet gebeurt. Iedereen moet kunnen zien dat ik jou niet in de steek laat. Ook al heb je kwaad gedaan, ik zal je blijven beschermen. Toen ging Kain weg van zijn land. Morgen verder.